Voordat na de inbreng we even schorsen voor de dinerpauze. Gaat uw gang. Goed, dank u voorzitter. Zoals mijn collega Lodders al zei, we mogen trots zijn op onze boeren, tuinders en vissers. Zij zorgen ervoor dat we elke dag te eten hebben. Zonder de vissers op de Noordzee geen visje in de pan. Zonder de tuinders in het Westland geen tomaat in je salade. En zonder de veehouders in Friesland geen stukje vlees op je boterham. Ook al zorgen deze groepen voor diverse producten, één ding hebben ze gemeen. Hun inzet voor een steeds innovatievere sector. Innovatie zit in de genen van alle Nederlandse boeren, tuinders en vissers. En ruimte voor innovatie moet door overheden worden gestimuleerd en niet worden tegengewerkt. Aan het kabinet dus ook de opdracht om hiervoor de juiste situatie te creëren, zowel in ons eigen land als in Europa. Want hoe frustrerend is het voor ondernemers dat ze worden tegengewerkt door Europese regelgeving. Bovendien belemmert het de duurzame vooruitgang van sectoren en daarmee ook van de maatschappij. Voorzitter, tot zover enkele inleidende woorden. Ik ga een aantal belangrijke aandachtsgebieden af. De Nederlandse tuinbouw is wereldwijd toonaangevend en geroemd vanwege haar gesloten, duurzame en circulaire teeltsysteem. Niet voor niets vroeg de VVD vorig jaar aandacht voor de innovatieve Nederlandse Greenports. Dit zijn de gebiedsclusters van de Nederlandse tuinbouwsector. Deze sector biedt oplossingen voor mondiale uitdagingen en stelt de vraag centraal: waar willen we over enkele decennia staan? Om de belangrijke rol die ze nu hebben de komende jaren vast te houden, zal er moeten worden ingezet op nieuwe methoden, zoals een duurzame warmte- en CO2-voorziening en het benutten van geothermie, oftewel aardwarmte. Ook de verdere modernisering van het teeltareaal, het werken aan biobased oplossingen, het werken met weerbare gewassen en gezonde planten en de circulaire economie zijn van groot belang voor een duurzame en innovatieve ontwikkeling van de Greenport clusters. Naar aanleiding van onze Greenport-motie heeft de minister onlangs de Kamer geschreven dat zij proactief werkt aan een tuinbouwakkoord, een uitvoeringsagenda en verschillende gesprektafels. En wij zijn daar blij mee en danken de minister dan ook voor deze aanpak. Kan de minister aangeven op welke termijn zij denkt een tuinbouwakkoord te kunnen sluiten? Voorzitter, de land- en tuinbouw is niets zonder de innovatieve Nederlandse zaadveredelingssector. De zaadveredelaars hebben te maken met belemmerende regelgeving door een uitspraak van het Europese Hof. Om de zaadveredelingssector succesvol te houden, maar belangrijker nog om te komen tot een meer circulaire landbouw, is het van belang dat het kabinet zich zal inzetten om nieuwe methoden zoals CRISPR-Cas9 buiten de GGO-regulering te houden. Ons voedselsysteem is afhankelijk van de juiste regelgeving en het duurt normaal gesproken al jaren voordat er een nieuw ras kan worden geïntroduceerd. De eerste stap is dus om urgentie te creëren in Brussel en bij andere lidstaten. Vanmorgen in de Volkskrant spreekt de minister zich positief uit over de toekomst van CRISPR-Cas. En ik zou de minister willen uitnodigen om ook haar standpunt hier in eerste termijn met onze Kamer te delen en tegelijkertijd aan ons uit te leggen hoe zij in Brussel denkt voor elkaar te krijgen dat de CRISPR-Cas-technologie alsnog doorgevoerd gaat worden en wij niet op achterstand komen. Hoe denkt de minister dit aan te pakken in Brussel? De uitspraak van het Europese Hof is ook schadelijk voor ons vestigingsklimaat. Nederland is van oudsher een land met veel zaadveredelingsbedrijven en dus veel kennis hierover. Kan de minister toelichten of zij signalen heeft ontvangen van bedrijven in deze sector die Nederland of de EU zouden willen verlaten vanwege deze uitspraak? En zo ja, wat kan de minister daar dan aan doen? Voorzitter, nieuwe verbeterde plantenrassen zijn belangrijk voor de voedselzekerheid. Het kwekersrecht is van belang voor het ontwikkelen van nieuwe plantenrassen. Ook kennisdeling is hier van groot belang. In haar brief over kwekersrecht van vorige week schrijft de minister hierover: de afgelopen jaren is de financiering van deze additionele taken onder druk komen te staan. En tussen de partijen zal ik conform het advies van de Auditdienst Rijk de financiën met ingang van 2019 weer op voldoende niveau brengen. Einde citaat. Ik heb hem iets ingekort, zoals u merkt. Kan de minister toelichten wat zij bedoelt met het op voldoende niveau brengen van die financiën? Dank u wel. En er is een interruptie van de heer Futselaar. Ja, voorzitter. Even een eindje terug over CRISPR-Cas9 en het interview. De heer Weveling vroeg de minister om dat in het eerste termijn toe te lichten. Ik zou eigenlijk met klem willen vragen om dat niet te doen. Ik hou er namelijk niet van om nieuws uit de krant te moeten lezen. En ik stel voor dat we met z'n allen wachten tot er een fatsoenlijke beleidsbrief komt en er dan over praten. De heer Weveling. Voorzitter, graag wil ik ingaan op een andere grote opgave voor de toekomst. U gaat over uw eigen woorden.
U vervolgt uw betoog. Sorry, ik vervolg mijn betoog. Ja, ik zag het meer als een punt van orde van de heer Futselaar. Excuus. Ik ga graag in over de groene steden. De combinatie van bebouwing en groen, vooral in stedelijke gebieden, is van groot belang. Door de klimaatverandering wordt het warmer en natter in steden. En dat vraagt om slimme oplossingen. Bovendien zorgt groen voor zuurstof, voor verkoeling, voor waterbuffering en het stimuleert de biodiversiteit. Daarnaast is groen goed voor het welzijn en de gezondheid van mensen. Vraag aan de minister is of zij bereid is om met andere ministeries, provincies, gemeenten, misschien zelfs waterschappen, in gesprek te gaan over het vergroenen van steden en dorpen. Ook kan het vergroenen van steden een rol spelen in het stimuleren van voedselproductie dichter bij de burger. De VVD wil daarom verder inzetten op het concept Feeding and Greening the Cities. Is de minister bereid om in het kader van onze internationaliseringsstrategie samen met haar collega van Buitenlandse Handel te bekijken wat de mogelijkheden zijn om dit concept wereldwijd aan de man te brengen? In dit kader is de Wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade 2022 in Almere een mooi moment om het concept Feeding and Greening the Cities te markeren en te werken aan voorbeeldprojecten. Optimale samenwerking tussen Rijksoverheid en gemeente is hierbij van groot belang. Bij de Floriade komt dit allemaal samen en bovendien blijft het ook na de expo een permanente groene stad van de toekomst. De VVD is dan ook blij dat er gisteren een brief kwam waarin er werk wordt gemaakt van de samenwerking met Almere. De VVD blijft graag op de hoogte van de toekomstige samenwerking van het ministerie met de organisatie van de expo Floriade. En drie vragen hierover aan de minister. Kan de minister mondeling toelichten waaruit nu precies haar afspraak bestaat met Almere? Wanneer is de Floriade in Almere ook voor het kabinet geslaagd? Zodat zij er niet alleen voor staan, maar wanneer is ook het kabinet tevreden over die expo in 2022? En kan de minister toezeggen de Kamer jaarlijks te informeren over de voortgang van de innovatieve projecten en de daaraan gekoppelde financiën, zodat wij dat kunnen monitoren? Voorzitter, dan nog een onderwerp over groen en natuur. Tijdens het AO Natuur dit jaar heb ik gevraagd om een plan van aanpak om de groene boa's in de Nederlandse natuurgebieden beter in positie te brengen. Door toenemende recreatieve druk, maar belangrijker nog door toenemende criminaliteit in natuurgebieden, komen zij ogen en oren tekort. Het gisteren toegestuurde plan van aanpak is een goede aanzet, maar wat ons betreft verre van volledig. Wat mij betreft is het nog een concept en gaat de minister met de natuurorganisaties praten om de groene boa's ook de erkenning te geven die zij verdienen. Groene boa's hebben te maken met onderbezetting, te grote afstand tot de politie en te weinig goede communicatiemiddelen. Er is behoefte aan meer capaciteit, meer opleidingsbudget en een betere uitrusting. Ook gaat het om de principiële vraag wie verantwoordelijk is voor toezicht en handhaving in natuurgebieden. Zijn dat de grondeigenaren en natuurbeheerders of is dat de overheid? En wie betaalt de opruimkosten? Het kan toch niet zo zijn dat natuurorganisaties dit zelf moeten betalen? Aan de minister dus de vraag, is zij bereid om tot een plan van aanpak te komen dat ook echt samen met de natuurorganisaties is opgesteld? Dank u wel. Interruptie van de heer Graus. Ja, mevrouw de voorzitter, wat die groene boa's betreft. Een boa is niet meer van deze tijd ook niet meer opgewassen tegen de groeiende criminaliteit. We hebben hier een hoorzitting gehad in de Staten-Generaal, waaruit bleek dat een Brabant redt zelfs groene boa's redden niet meer, maar ook de dierenpolitie redden niet meer. Daar hebben ze zelfs arrestatieteams in moeten zetten tegen de zwaar georganiseerde criminaliteit en stroperijen in de bossen en velden. Dus mijn vraag is aan meneer Weveling en mijn collega Weveling, van waarom steunt hij ons dan niet met die dierenpolitie? Dank u wel, de heer Weveling. Een boa is niet die hebben geen politionele strafrechtelijke bevoegdheden. Die hebben niet de juiste bewapening. Die mensen kan je niet inzetten tegen die zwaar georganiseerde misdaad. Dank u wel, uw vraag is helder. De heer Weveling. Mevrouw de voorzitter, groene boa's gaat wat ons betreft veel verder dan alleen de dierenpolitie. Ik ben met beide mee geweest, met de dierenpolitie voor de zomer. Die doen zeer indrukwekkend werk en komen ook echt bij de mensen thuis. De groene boa's die zijn veelal in dienst van natuurorganisaties en zijn de ogen en oren in de natuurgebieden. En dat is toch echt iets anders dan de dierenpolitie, maar beide gewoon heel belangrijk.
De heer Gruis. Mevrouw de voorzitter, dat is echt onzin. Sorry, maar ik heb de convenanten mede opgesteld bij meneer Opstelte toen de dierenpolitie er kwam. Daar hebben wij aan mee mogen schrijven, denk ik. En in het convenant mag de dierenpolitie zich met alle dieren bemoeien. Wilde dieren, landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren. Dat is echt onzin wat hier wordt gezegd. En een groene boa is niet opgewassen tegen de groeiende criminaliteit en ook niet tegen stropperij. Zijn ze niet tegen opgewassen, hebben ze niet de juiste bevoegdheden voor en niet de juiste bewapening voor. Kom op, meneer Weveling. Wees eens volwassen hierin en steun ons eens alstublieft. De heer Weveling. Ja, het is een herhaling. Mevrouw de voorzitter. Ja, nou kijk, het gaat ook over afvaldumping van ecstasy. Het gaat ook over kwesties met zedenzaken. Dus ja, voor mijn gevoel is daar ook de Groene Boa niet de enige partij in, maar zeker ook niet de dierenpolitie. Dank u wel. Mevrouw Dick-Faber. Voorzitter, een mooi pleidooi van de heer Weveling over groen in de stad, over meer biodiversiteit. Daar gaat het uiteindelijk om. Groen in de stad, ook belangrijk voor de recreatie, voor de schone lucht. Mag ik de VVD-fractie ook zo begrijpen dat zij nu ook voorstander zijn van natuurinclusief bouwen? De heer Weveling. Ik weet niet precies welke definitie mevrouw Dick-Faber daar precies aan hangt, maar natuurinclusief bouwen lijkt mij een goed uitgangspunt. Mevrouw Dick-Faber. Voorzitter, nou, dat vind ik echt fantastisch om te horen. Natuurinclusief bouwen, dat gaat over het zo ontwerpen van je nieuwbouwwoningen of van je renovatie, dat daar ook bijvoorbeeld vleermuizen een plekje kunnen krijgen. Of andere bijzondere dieren die soms ook onder druk kunnen staan door de gebouwde omgeving. Dus ja, ik ben gewoon heel blij met deze woorden van de heer Weveling. En ik omarm de nieuwe koersen van de VVD-fractie. Nou, kijk of de heer Weveling zich herkent in de definitie die nu wordt uitgesproken. De heer Weveling. Nou, ik weet uit mijn tijd als wethouder nog dat vleermuizenkolonies ervoor kwamen dat er bij woningcorporaties woningen gesloopt konden worden omdat die vleermuizen er zaten. En om dus nieuwbouwen te plegen. Dus daar ben ik toch iets kritischer op. Maar ik snap uiteraard uw interpretatie. Kijk, wat ons betreft moeten er slimme oplossingen komen. Moeten we groen in de steden juist ook stimuleren. Hè? We hebben heel veel groen buiten de steden. Maar binnen de steden is het ook van belang. En zeker met de veranderende klimaat. Dank u wel. U vervolgt uw betoog. Zeker. Voorzitter, ik ga door naar de visserij. Ondanks dat ook de Nederlandse visserijsector erg innovatief te werk gaat, is de sector in een complexe situatie terechtgekomen. Dit heeft grote effecten op de vissers en hun families. De VVD is van mening dat het kabinet alles op alles moet zetten om een verbod op de pulsvisserij te voorkomen. De aanlandplicht te versoepelen, zodat overtollige bijvangst bijvoorbeeld niet met rode verf overgoten hoeft te worden. En dat bij het plaatsen van windmolens in de Noordzee nadrukkelijk rekening gehouden wordt met de belangen van vissers. En dat gekeken wordt naar multifunctioneel gebruik van deze windmolenparken. Heeft het ministerie van LNV voldoende positie bij die discussie over de windmolenparken op zee? Dat is de vraag aan de minister. Is de minister van mening dat er voldoende wordt gedaan om de belangen van de vissers en de natuur te borgen? Voorzitter, er is sprake van onderbenutting door de Nederlandse visserijsector van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij, het EFMZV. Dat is ook geconstateerd door de Algemene Rekenkamer. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat het EFMZV aantrekkelijker wordt voor de sector om hiervan gebruik te maken? En kan het ministerie ondersteuning bieden aan de sector, zodat er meer geld beschikbaar komt voor innovatieve projecten voor de visserij? En dan graag tot slot nog een punt van de breed aangenomen motie Weveling van 4 juli 2017. Waarin wordt geconstateerd dat er verbeteringen mogelijk zijn in het informatieproces van begrotingen en jaarverslagen van het ministerie naar de Kamer. Wij beogen met die motie meer informatie te krijgen over de voortgang van beleid en beleidswijzigingen en door inzichtelijker te maken wat de relatie is tussen de doelstellingen, prestaties en middelen en wat de effecten zijn van gevoerd beleid. Voor de begroting van 2019 was dit nog niet mogelijk. Kan de minister toezeggen om voor de begroting 2020 hier wel aandacht voor te hebben en te gaan werken met prestatieindicatoren? Voorzitter, de plenaire zaal van de Tweede Kamer en de KAS, visserskotters en de boerenstal lijken op het eerste gezicht ver van elkaar verwijderd. Maar als je er goed over nadenkt, staan ze toch heel dicht bij elkaar. Wij hier hebben de kans om onze boeren, tuinders en vissers de tools te geven die ze nodig hebben om steeds verder te innoveren. Om zo een antwoord te kunnen geven op mondiale uitdagingen. Daar staat de VVD voor en we zullen voor deze groepen dan ook blijven strijden. Dank u wel.
Dank u wel. En ik zie een interruptie van de heer Moorlach. Gaat uw gang. Ja, voorzitter. Ingaand op het punt van de motie. Wat die motie in feite in de kern om gaat, is dat dat belastinggeld dat het gewoon echt doelmatig en effectief wordt besteed. En dat het ook transparant is voor de Kamer. Als je kijkt naar dit beleidsterrein, dan is de fiscale faciliteiten, die bestaan ongeveer dubbele van het budget van de begroting. Is de heer Weveling met mij van mening dat we ook wat meer zicht zouden moeten krijgen op de effectiviteit en op de doelmatigheid van die fiscale faciliteiten? Ook in het licht van het feit dat er een beleidswijziging op bij LNV komt. Namelijk in de zin dat het concept van kringlooplandbouw uitgerold moet gaan worden in de komende jaren. Dank u wel. De heer Weveling. Ja, voorzitter. Wat wij destijds beoogden had ook nog te maken met het ministerie van EZK. Er is nu een opsplitsing geweest. Waar het om gaat is de indeling, ook onder andere van de begroting, maar met name de prestatieindicatoren. Volgens mij is er een soort indicator dat het aantal leden van een natuurorganisatie is een soort meetpunt of het wel of niet goed gaat. Nou, dat zou ik eens tegen het licht gehouden willen hebben, want ja, dat voelt een beetje als een soort zwakke indicator om te weten of je natuurbeleid bijvoorbeeld goed is te definiëren. De heer Moorlach. Ja, voorzitter. Mevrouw Lodders van de VVD-fractie pleit dus even voor de uitvoeringsagenda van kringlooplandbouw. Zou het dan ook niet dienstig zijn dat je niet alleen de middelen die je rechtstreeks aan besteedt, maar ook de fiscale faciliteiten, dat je die dan gaat beoordelen aan de hand van prestatieindicatoren voor zo'n uitvoeringsagenda kringlooplandbouw? Dank u wel, de heer Weveling. Ja, voorzitter. Kijk, mijn collega Lodders heeft hiervoor, denk ik, heel uitgebreid verteld over onze visie op kringlooplandbouw. Die vraag had daar, denk ik, heel goed gepast. Zij is ook de belastingwoordvoerder en ik denk dat die vraag ook heel goed bij dat debat zou passen, meneer Moorlach. Dank u wel. Wij gaan nu even schorsen voor het diner. Ik stel voor dat wij 7:50 weer verder gaan met het debat. En dan beginnen we met GroenLinks. Ik schors de vergadering tot 7:50. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst.